Dankjewel. Hoe moet ik je ook weer noemen? Marty. Marty, oké. Okay. Ja, dankjewel. En Doc ook. Doc, hoeveel tijd heb ik? Tijd genoeg? Oké. Okay. Ik heb mijn Back to the Future bril vast opgezet. Toen ik in Drachten kwam te werken, voordat ik naar Groningen ging, kreeg ik een patiënt te zien met een eerste psychose. En mijn collega Frans van Geels die zei toen, ja, die moet je 2 jaar behandelen met antipsychotica. En ik had zoiets, 2 jaar, dat is wel heel lang, hoe kom je erbij? Ja, dat zegt Kees Sloof. Nou, dat was zo'n 23 jaar geleden. Een richtlijn was er niet, waar Kees zei, dus het moest gebeuren. Dus ik heb mij afgevraagd of dat nou ook wel allemaal zo moest. Toen ik in Groningen kwam, zo'n beetje 97, 96, 97... toen kreeg ik het verhaal van 30% gaat goed, 30% krijgt weer recidieven, 30% blijft klachten houden en 10% pleegt zelfmoord. En dat vond ik eigenlijk een cijfer waarvan ik dacht, ja, klopt dat? En is dat nou echt zo? En moet ik dat ook patiënten vertellen zo in het begin? Ik heb dat eigenlijk nooit echt over mijn lippen kunnen krijgen, want ik vond dat wel een schrikbarend getal. Dus dat waren eigenlijk 2 vragen waarmee ik in Groningen, of tenminste zo uit mijn begintijd. Ik begin een beetje bij waar Kees en Jan-Willem waren gebleven. Ik mocht de afdeling van Jan-Willem overnemen. En met Riekes hebben we samen eigenlijk het stokje overgenomen. En ik zal een beetje laten zien of wij de doelstellingen die Kees net zo mooi verwoordde, of we daar ook iets van hebben terechtgebracht. Kees die zei dan wel 2 jaar, maar er was gelukkig een heel eigenwijze psychiater in Twente, Pieter Vlaming, die zei nee, je kan ook veel korter behandelen, je kan dat ook gewoon 6 maanden doen en misschien wel nog korter. En Dirk en Rieke zijn toen begonnen samen met Kees om dat in een mooi protocol te zetten. En daar is Lex vervolgens op gepromoveerd. En Lex heeft dat ook een beetje tot zijn missie gemaakt. Ik noem hem wel eens Lex is more tegenwoordig. Maar less is more, daar worden we straks vast beter van, want er wordt nog steeds veel te veel medicijnen voorgeschreven. En de tweede was van, hoe zat het nou eigenlijk met die zelfmoord? Dat was de studie van Dirk, waar Kees het ook over had. Die groep die eigenlijk zo slecht was. En dat was in dezelfde regio, zo'n 30 jaar geleden. En dankzij het eerste psychoseonderzoek, waar ik zo meer over vertel, hebben wij nu na kunnen gaan, hoe is het met de mensen gegaan de afgelopen 20 jaar. En de onderste pijl, ik weet niet of ik in de onderste lijn die u ziet, dat is daar met het plaatje van Dirk erbij. Dat is zoals het zo'n 30 jaar geleden was. En inderdaad zijn er was dat een behoorlijk aantal mensen wat de eerste 5 jaar zelfmoord pleegde. Maar de lijn die er nu staat, dat is die bovenste lijn. Even kijken hoe het dingetje werkt. Dat is de bovenste lijn. Dat gaan we al mis. Back. Die bovenste lijn die laat eigenlijk een veel optimistischer beeld zien. Dat er nog wel in de eerste 5 jaar mensen zijn die zelfmoord plegen, maar dat nog minder dan 3% is geworden. We zijn dat nu aan het opschrijven en we zitten te denken, ja, van is de zorg dan zoveel beter geworden? Is het perspectief beter geworden? Wat zijn de dingen die veranderd zijn? En dat is eigenlijk een beetje wat ik heel snel met u door ga nemen. Wat hebben we gedaan nou de afgelopen 20 jaar en zijn mensen daar beter van geworden? Nou, we zijn eerst vooral ons bezig gaan houden met positieve symptomen, waan en hallucinaties. Clozapine was op dat moment de gouden standaard. En pas in 92, 93 kwamen er andere pillen bij, zoals wat we nu allemaal gebruiken. Als er al jaar bestaat, maar dat is middelen als risperidol, olanzapine, cetindol en quetiapine. Ik mag alleen maar die namen noemen, anders zijn we onze bijscholingspunten kwijt. 2005 was het aripiprazol, dus dat was een nieuwe. En er is nu nog weer een nieuwe bijgekomen, lucaridon. Maar eigenlijk komt er nu niet zoveel meer bij. En je ziet dat we langzaam toch weer de cirkel terugmaken. En dat mensen ook voorzichtig weer haloperidol voorschrijven. En dat we toch steeds zeggen, ja, als het echt niet lukt, zal je wel weer naar de clozapine moeten. Dus die boodschap van 25 jaar geleden, iedereen aan de clozapine, die geldt nog steeds eigenlijk. Maar we hebben wel veel meer keus en we hebben ook wel meer mogelijkheden om te kijken of er andere dingen zijn. Ik zag net dat het 94 was. Je moet me niet op de jaartallen houden die er waren. Maar in ieder geval, Jack was in ieder geval ook zo'n eigenwijze psychiater. En die zei, ja, je kan ook met mensen gaan praten. En je kan ook proberen om die stemmen op een andere manier dan alleen met die pillen te bestrijden. En dat was eigenlijk revolutionair in die tijd. Want ik was zelf nog opgevoed in Amsterdam met gewoon Haldol. En verder vooral niet over ziektes praten. Zeker geen diagnoses noemen. En dat was hier dus heel anders. Zo'n beetje 2006, dus nog maar net 10 jaar geleden, hebben we ook een grote studie gedaan om te laten zien, Mark van der Gaag, dat de cognitieve gedragstherapie echt effectief is. Dus dat is helemaal nog niet zo lang dat we eigenlijk aan iedereen zeggen dat ze ook cognitieve therapie kunnen krijgen.
En zo'n beetje 2008, maar misschien nog een beetje later, zijn we hier op hele andere manieren bezig gaan. En dat zal André straks over. He, dat is helemaal geen praten meer, maar dat is gewoon stroom door het hoofd met de RTMS. Naast de positieve symptomen zijn we ook met negatieve symptomen bezig geweest. En je ziet dat we daar eigenlijk heel lang over gedaan hebben om te beseffen dat dat iets is waar we eigenlijk waar mensen veel meer last van hebben, misschien nog wel dan die positieve symptomen. Als je gewoon thuis op de bank zit en tot niks meer komt, en als je partner 's avonds thuis komt en je hebt niks meer te zeggen, dat zijn eigenlijk belemmerende factoren, misschien nog wel dan die stemmen. Dus Riekes met anderen heeft daar een mooi review over geschreven. En ook daar komt de stroom zo direct om de hoek. En we zijn aan het kijken, ja, dat is eigenlijk een heel verhaal, die negatieve symptomen. Er zijn meerdere dimensies. En het is eigenlijk nu een van onze grootste doelen om de komende jaren, de apathiestudie, om juist de negatieve symptomen aan te pakken. Dus daar krijgt u straks van André meer over te horen. Kees is altijd, en dat was hij ook in het begin al, de persoon die heeft gezegd, ja, maar er is ook nog demoralisatie, er is depressie, en dat zijn eigenlijk ook hele belangrijke symptomen. En dat zien we over het hoofd, daar kijken we niet goed naar. En u ziet daar bovenaan Irene Lacot, die was deze zomer nog zevende op de Berg van Uskwert, zij is wielrenster. Maar die heeft ook een heel mooi proefschrift geschreven, en die laat zien, ja, bijna 40% heeft depressieve symptomen en die behandelen we soms met antidepressiva, maar soms ook niet. En de mensen die het niet hebben, die behandelen wel. En de mensen die het niet wel hebben, die behandelen we niet. Dus daar valt nog heel wat te winnen. Daar moeten we beter naar kijken en moeten we ook beter naar medicatie kijken. Was net ook al te zien dat cognitie bij de oprichting van PTWC een heel belangrijk issue was. En in die tijd was Rob van der Bos eigenlijk wel een van de voorlopers. Die zei, schizofrenie is een cognitieve stoornis. Langzaam is dat een standpunt wat andere mensen ook aan het innemen zijn. Maar Esther Holthuis liet al in 2001-2 zien van ja, maar niet iedereen heeft een cognitieve stoornis. Er zijn ook mensen die eigenlijk goed functioneren. En er kwam er wel weer een verhaal, die hadden misschien daarna nog beter en zijn een beetje gezakt. Maar we kregen toch een soort hint van, nou, het is zeker niet bij iedereen zo dat cognitie een probleem is. Binnen de groepstudie die we toen op gingen zetten, hebben we enorm zitten worstelen van, ja, het is niet alleen die cognitie, het is vooral de sociale cognitie. Maar hoe meet je dat? En een volgende punt waar we op kwamen is, het is ook de taal die zo moeilijk die probleem kan geven. Aan het lijntje houden wordt dan verkeerd opgevat of in de gaten gehouden. Denkt iemand dat hij echt in een gat zit? Dus hoe kunnen we daarmee? Dat sociale cognitie is heel moeilijk te meten, zei ik net al. En dit is een voorbeeld uit de test die Agne Bartels heeft ontwikkeld. Je ziet een meisje en een jongen en je ziet dat het niet zo goed gaat met dat skaten. Maar toch zegt die jongen, wat kan jij goed skaten, zeg. En dat is een vorm van sociale cognitie, laten we zeggen. Een leugentje om best wil. Of misschien heeft die jongen nog andere drijfveren. Daar komen we misschien op terug. In ieder geval, dit is dan de vraag die je dan gevraagd wordt. Van wat zou die daarmee bedoelen? We zijn doorgegaan op die lijn van dat die cognitie toch heel verschillend kan zijn. Dat er mensen kunnen zijn die ernstig gestoord zijn, maar ook mensen zijn die misschien wel helemaal geen cognitieve problemen hebben. Piotr Kwee is daarmee begonnen en Frank van Es is daar nu verder aan het kijken in die enorme database van eerste psychose mensen. En we zien inderdaad dat er mensen zijn die eigenlijk helemaal boven dat bovenste lijntje het vrij normaal doen. Maar we zien ook dat er een groep zit, een kleinere groep, die echt cognitieve problemen heeft. We zijn dat binnen groep ook gaan bekijken van ja, hoe zit het dan bij broers en zusters. En dan zien we heel interessant dat er ook broers zijn en zusters met behoorlijke cognitieve problemen, maar die geen psychose hebben gekregen. En we zien ook daar patiënten die wel ernstige psychose hebben, maar die eigenlijk geen cognitieve problemen hebben. Dus het is niet zo één op één dat cognitie en psychose altijd met elkaar samengaat. Het kan ook anders zijn. Die profielen, daarvan proberen we nu ook te kijken van ja, wat betekent dat dan voor het dagelijks functioneren. Medicatie zijn we naar op zoek, maar dat is heel lastig. Daar gaat Rieke zo wat over vertellen. En Piotr Kwee, en nu is dat stokje door Annemarie Stiekem overgenomen, hebben een veel pragmatischer benadering van als de cognitie hapert, help mensen dan gewoon. Ik kwam net om 9:30 binnenstormen omdat ik natuurlijk weer te laat was opgestaan. Geef ze gewoon een wekker en hang een briefje op van wat je allemaal te doen hebt die dag. Dat had ik gisteren ook moeten doen. Langzaam komen we achter dat de sociale cognitie toch wel eigenlijk ook een heel belangrijk is. En dat is ook leidend voor de komende tijd. Het sociale brein in de sociale context. Hoe speelt zich dat af? Wim die zal daar straks over vertellen hoe je dat ook in beeld kan brengen. En dit is ook weer zo'n plaatje.
En dit is zo'n ingewikkelde test dat ik hem eigenlijk niet uit kan leggen. Maar u begrijpt dat er door dat jochie zijn hoofd van alles gaat als hij geen geld bij zich heeft bijvoorbeeld en toch een ijsje wil hebben. Wat zeg je dan? We zijn ook naar bijwerken gaan kijken. En Riekes is, laten we zeggen, in Groningen is er toch altijd een bijzondere fascinatie voor seks geweest. Dat heeft Riekes omgezet naar de seksuele functiestoornis bij antipsychotica. Er worden hier ook PET-scans gemaakt en zo in hetzelfde ziekenhuis van mensen. Maar daar hebben we wel laten zien dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat dat ook veel, nog wel misschien voor sommige mensen lastiger is dan de psychotische symptomen. En dit is ook een aardig voorbeeld van, er was een patiënt die zei tegen een andere patiënt op de afdeling, nou ik stop met die pillen, want ik kan geen erectie meer krijgen. En dat was opgevangen door verpleegkundigen en zo kwam het eigenlijk bij Riekes terecht. En toen kwamen we erachter van, ja dat is een reden om met medicijnen te stoppen. Dus daar hebben we veel aandacht, dat komt straks misschien terug. En dit jaar is net Marit de Boer ook op een mooi proefschrift over diezelfde problemen gepromoveerd. Antipsychotica zelf, ze heten atypisch en we hebben ze allemaal bekeken en sommige zijn wat atypischer dan de andere. Clozapine blijft toch eigenlijk nog steeds de gouden standaard, maar het is wel prettig dat we ook kunnen kiezen tegen een aantal andere medicijnen. Andere bijwerkingen waren vooral de metabole bijwerking. En het was ook weer Kees die zei, ja die mensen worden allemaal dik, daar moeten we wat aan gaan doen. En in dezelfde tijd hadden wij een nurse practitioner, Nienke van der Wal, die moest 100 patiënten zien. Dus die is begonnen met 100 patiënten te screenen. En toen kwamen we erachter dat inderdaad een probleem was van mensen die aan antipsychotica begonnen. En daar moesten we wat mee doen. Daar zijn we ook van alles mee gaan doen. Daar hebben we het FAMIS-protocol voor opgericht. En dat is eigenlijk een soort standaard routine outcome monitoring geworden. Het begon met de buikomvang, maar we hebben ook bloed bij gedaan. We hebben de PANS eraan toegevoegd, de MANSA. En zo hadden we eigenlijk de ROM van de letteren uitbedacht voordat de zorgverzekeraar daar om ging vragen. En dat is eigenlijk ook een beetje steeds onze strategie gebleven. Zorg dat je in de lead bent en dat je niet overvallen wordt door de eisen van de maatschappij. We zijn eigenlijk in 2003 al begonnen, weer ergens in Friesland. En toen kregen we in een jaar lang 6 patiënten in de hele ROM. En nu doen we het iets effectiever. En hier ziet u wat cijfers van de afgelopen 3 jaar. En dit zijn cijfers van patiënten uit Friesland, Groningen en Drenthe. Dat doen we gezamenlijk. En u ziet, dat zijn mensen die toch al veel grote, de chronische, of mensen die al langer in zorg zijn. Meer dan 10 jaar is het merendeel. De meeste hebben ook schizofrenie of psychose. Maar je ziet dat ook andere mensen die geen psychotische stoornis hebben, meedoen aan de ROM FAMIS. Omdat ze bijvoorbeeld ook in de RIBW zitten en zeggen, ja, we hebben ook recht op die meting. Een paar cijfers die ik laat zien is dat iets van 35% is te zwaar. Maar dat is de hele bevolking zo langzamerhand. Maar daarboven is een groep, en dat is een beetje 20% met een BMI van 30 tot 35, dat is echt zwaar overgewicht. En er zijn zelfs mensen die daar nog veel erger boven zitten. Dus we zijn er ons eigenlijk al heel lang van bewust dat het een probleem is, maar we zijn er nog niet in geslaagd om die cijfers echt naar beneden te krijgen. Wat wel aan het lukken is blijkbaar, maar dat doet de overheid misschien nog meer voor dan wij, is dat de nicotine naar beneden gaat. Dat is van 60 naar 40%. En cannabis, ik vind dat altijd een wat optimistisch laag percentage, maar dat lijkt stabiel te zijn. Of misschien zijn dat wel sociaal wenselijke antwoorden. We hebben in ieder geval bedacht, als dat overgewicht zo'n probleem is, moeten we er dingen aan gaan doen. En Frederik Jorg uit Friesland is daar de drijvende kracht achter. Dus mensen, je ziet mensen nu rennen. We hebben ineens eetweken waarbij we het belang van vis onderschrijven. En we hebben studiedagen waar we gerookte forel eten. En we proberen de alcohol wat te matigen, zou ik maar zeggen. En wat aardig is, inderdaad, de richtlijnen, daar zijn we eigenlijk vanuit het noorden heel actief in ingezogen bijna door Kees. Die heeft ons er allemaal naartoe getrokken en daar zijn we ook dankbaar voor, zal ik zeggen. Het is een enorme heidens werk, maar daardoor hebben we wel grip gekregen op wat wij vinden dat er in de richtlijn moet staan. En bijvoorbeeld het lifestyle en ROM en aandacht voor deze dingen zijn er nu heel duidelijk in verdisconteerd. Dus symptomen, bijwerkingen en vervolgens zijn we ook op het functioneren ons gaan richten. Of vervolgens, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Maar we kregen steeds meer door dat daar het eigenlijk om gaat. En dat gaat eigenlijk dus over werk, studie, vrienden, maatschappij en herstel. En gelukkig
werkt Joske van Boesbach ook in Groningen bij het RGOC. En die is al langere tijd bezig geweest om ons het IPS-traject in te krijgen. En wat nu heel gewoon is, dat we trajectbegeleiders in onze multidisciplinaire overleg hebben, was zo'n 10, 15 jaar geleden nog helemaal ondenkbaar dat je het überhaupt over werk had. Toen ging het er vooral van, nou, doe rustig aan, stop je studie nu vast en stop je beurs ook, maar dan hoef je die straks niet terug te betalen. Nu wordt echt iedereen eigenlijk meteen weer zoveel mogelijk naar het werk terug begeleid. Er wordt gezegd, hou alsjeblieft contact met je studie. En niet alleen roepen we dat, we zijn ook heel druk bezig geweest in grote verbanden om dat aan te tonen en de dagen van nu laten zien dat het heel belangrijk is dat wij dat allemaal al een tijd lang doen. Want anders, wat je niet aantoont dat effectief is, dat verdwijnt op een gegeven moment gewoon uit het behandelpakket. Dus onderzoekers en trajectbegeleiders die daar beneden, die ook op de plekken waar mensen werken contact hebben met werkgevers en werknemers. Familie en vrienden. Pieter Jan en Stienke die hebben een pilot begonnen over lotgenotengroep, want eenzaamheid was toch eigenlijk een van de grootste issues waar mensen tegenaan liepen. En het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe we uitzwermen daarna. Dus een klein onderzoekje, daarna hebben we dat nog een keertje onderzocht en vervolgens is er ook een echte randomized controlled trial over geweest, waarbij Lentis en Den Haag en die mensen mee hebben gedaan in Friesland. En inmiddels zit dat goed in de richtlijn verankerd. En de volgende stap is dat dat het er nu een manual heet. En het heet al peer support, maar het wordt nu ook uitgevent. Stienke heeft het nu verkocht, zullen we zeggen, aan het instituut in Londen. De lotgenoten waren natuurlijk eigenlijk al iets wat de lotgenoten zelf deden. Dus daar hadden ze ook wel wat opmerkingen over. Wat gaan jullie doen? Maar Anoixis is natuurlijk een van onze partners die actief altijd betrokken is. En u moet eens gaan klikken op dat psychose gevoelig. Dat is een heel mooi boekje wat dan op je scherm verschijnt. Die strijden eigenlijk voor participatie en voor erkenning. En de Ypsilon-vereniging van ouders naast betrokkenen is ook altijd actief binnen ons programma. Ik mocht laatst weer een familieavond meemaken. En het strijden voor de triadekaart, die we nu ook echt aan het onderzoeken zijn. Wordt die gebruikt? Hoe wordt die gebruikt? Dat zijn ook mooie initiatieven waar we mee bezig zijn. De maatschappij in. We hebben niet allemaal zo'n mooie time machine en zo. We moeten gewoon mee in het leven. En het leven is hard. En dat hebben we onderkend. En dat zijn Joske en Marieke die daar een mooie subsidie voor hebben. En die nu de mensen leren om weerbaar te worden, en in de meest letterlijke zin van het woord. Kickboksen heeft misschien wat negatieve, maar vechtsport is al een stuk positievere term. En mensen leren om van zich af te bijten, zal ik maar zeggen. Herstel, toch eigenlijk is Dirk altijd degene geweest die heeft gezegd van ja, het gaat niet om de symptomen, maar het gaat of mensen weer kunnen herstellen. Ik had helaas geen fotootje van Ellen Visser, die is daar nu heel hard mee bezig. Maar we zijn bezig om echt een tool te ontwikkelen, zodat ook behandelaars nadenken over zijn mensen in de remissie. Persoonlijk herstel, de lotgenoten hebben een vervolg gekregen waarbij mensen niet meer bij ons op de afdeling komen, maar waarbij ze thuis gaan zitten. Dat is het HUI-project waarbij ze samen gaan koken. Er staat ook een stand in de hal waar u daar meer over kunt lezen. En het herstelgericht werken is eigenlijk iets wat we allemaal veel meer in ons bloed zouden moeten hebben. En wat langzaam ook gebeurt, maar wat zeker nog voor ons dokters niet altijd eenvoudig is. Dus, zijn we er beter van geworden? Ik denk het wel. Maar we zijn er nog niet. We moeten er nog eerder bij zijn. Dat is ook waar we nu voor aan werken. Gerichtere medicatie, zeker. Minder bijwerking, daar zal Rieke het straks nog over hebben. We moesten bedden sluiten en dat was maar goed ook, zou ik maar zeggen. Want daarmee zijn we gedwongen om ambulanten te gaan werken. Dat doen we ook, maar daar zal ook nog wel een paar stappen kunnen. Het plan van aanpak van wat nu bij de minister ligt, dat is een goede kant. Die richting op, ook voor sociaal en maatschappelijk functioneren, is eigenlijk veel belangrijker dan alleen maar of de psychose er nog is. En we zullen ons met z'n allen veel meer moeten richten op het persoonlijk herstel. En daarvoor hebben we ook de patiënten nodig om te vertellen wat dat nou eigenlijk is en wat dat voor iemand inhoudt. We werken samen, we zitten niet meer op een eilandje hier in Groningen en Lentis. We werken met een groot gebied samen en dit zijn de mensen die dat doen. Dat is hartstikke leuk. Eigenlijk het hele noorden hebben we een grote kweekvijver van psychiatrisch onderzoek. En dit is mijn laatste dia. Ik wil ons allen, met z'n allen feliciteren. Ik dacht, het is een beetje raar om mezelf te feliciteren. Dus wij met z'n allen hier, vind ik dat we het geweldig gedaan hebben de afgelopen 25 jaar.
Dank u wel.